Welkom bij episode 19 alweer van Your Mindset Academy met je host Selma Wichuy. Ik nodig inspirerende ondernemers uit en we praten over mindset, zelfvertrouwen en ondernemen. Vandaag ben ik hier met Danitia Bektas, business coach en mindset coach. En ze is mijn oude coachie van een jaar geleden en ze werkt en woont nu ook in Bali. Vertel eens, hoe gaat het met je? Ja, goed. Mijn bedrijf draait en het is heel anders dan een jaar geleden. Ja. Maar ik ben er heel blij mee. Ja. Ja, want een jaar geleden kwam je bij mij als coachie. Ja. Toen had je net eigenlijk je baan opgezegd. Ja, dat klopt. Vertel daar zomaar nog wat meer over. En toen zijn we een coaching traject gestart, toen was je in Spanje. En nu zit je hier al bijna. Hoe lang zit je hier nu al? Ik zit hier nu weer bijna 5 maanden. 5 maanden, en ja. Vorig jaar natuurlijk ook al 6 maanden. 6 maanden. Dus je zit eigenlijk al in Bali, al 11 maanden nu meegemaakt. Ja, klopt. Vertel even, want je hebt best wel een interessante verleden met wat je gedaan hebt ook. En wat de reden is waarom je je baan hebt opgezegd en ja, hiervoor bent gegaan eigenlijk. Nou, ik kom natuurlijk, mijn oude baan was binnen het leger. Ja. Totaal iets anders dan wat ik nu doe. Maar dat was eigenlijk altijd wel een droombaan geweest om dat zeg maar te gaan doen. Het inspireerde me heel erg om heel erg aan mijn comfortzone te stappen. Ja. Dus uiteindelijk na mijn sportopleiding ben ik daar ingestroomd. Maar naarmate ik eigenlijk meer daar bezig was, merkte ik toch wel dat het niks voor mij. En zodra ik dat eigenlijk soort van bewust van werd, toen merkte ik ook wel hoeveel het effect het had op mijn mentale gezondheid. En dat was voor mij ook een van de redenen waarom ik heb gezegd, nou jongens, ik ga ermee stoppen. Eerst in instantie was ik ga studeren, ik ga fysiotherapeut worden. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ben jong, waarom niet? Ik pak mijn spullen en ik ga er vandoor. Ja. Niet eens met de intentie, ik ga iets online starten. Dat kwam denk ik pas maybe na 1,5 maand dat ik echt aan het reizen was. Ja. Maar het heeft me nu heel erg soms gewacht omdat ik dacht dat je had gewacht van een jaar geleden. Ja. Bizar wat er in een jaar kan gebeuren, dat is sowieso. Hey, en vertel eens, hoe weet je dan, voor de kijkers en de luisteraars, hoe weet je, hoe merk je dat een baan niet meer iets voor je is en dat je dus eigenlijk, wat is het keerpunt dat je denkt, oké, nu moet ik echt stoppen? Ik merkte dat ik niet alleen een mentaal sport, zoals vroeger kon ik niet mijn bed uitkomen, maar ik was altijd moe. Ik merkte dat ik in een hele negatieve spiraal zat. Dus in plaats van overal positief van in te zien, ging ik overal negatief van uit. En naast dat werd ik, omdat ik niet luisterde naar de signalen die mijn lichaam gaf van goh, je moet hier wat aan doen, kon ook weer uit in, ik werd heel erg vaak ziek, wat hoofdpijn, voelde me niet lekker. En voor mij was een keerpunt dat ik op een gegeven moment lange periode thuis zat vanwege corona. Want ondanks dat wij binnen de fence zaten, moesten wij wel op paraat staan. Om zodra het, zeg maar, het ergste zou worden, dat we dan konden inspringen. Ja. Ik zat 2,5 maand thuis en toen begon ik in één keer mezelf te voelen. En dacht ik in één keer, oh wacht even. Is het iets anders onder al die lagen en als ik druk bezig ben? Klopt, ja, bijzonder. Ik denk dat er veel mensen zijn die daarin met je mee kunnen praten. Als je die rust neemt, dat je dan hele andere dingen gaat opmerken. Klopt. En hoe je mind en body zo erg connected is. Hè? Ja. Hey, en toen ben je gestopt. Toen dacht je van, nou, ik ga lekker reizen. Ik ben nog jong. Want hoe oud ben je nu? Voor de kijkers en luisteraars. 22. 22, ja. Je bent 21. Je was 21 toen je bij mij kwam. Ja. Hè? En zei van, nou, ik ga ervoor. Ik ga een online bedrijf opzetten. Super tof. Ik denk ook dat dat echt een inspiratie is voor veel jonge meiden. Hoe is het proces geweest voor jou om van inderdaad van defensie, dus eigenlijk best wel ook een mannelijke environment zeg maar waar je vandaan komt, om te zeggen ik ga nu inwards keren naar mezelf en eigenlijk dus bezig gaan met een stukje feminine side, van vrouwelijke kant van jezelf? Ja. Begin was het heel moeilijk, want ik had natuurlijk een hele identiteit gebouwd om een persoon.